Welkom bij Pokémon Black and White Toa. Ja. Waar moeten we beginnen, man? Gewoon beginnen bij het begin. Wat vinden jullie? Mag ik het van? We beginnen eerst met waar iedereen gedeeltelijk op haat of je houdt ervan. Oké, de titels zijn kut. Laten we daarmee beginnen. Ja. De titels van de games, Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl, zijn kut. Daar zijn we het allemaal denk ik over eens. Diamond en Pearl. Nah, het bestaat. Het had gewoon moeten zijn Eternal Diamond Expanding Pearl. Gewoon mij boeiden die titels niet. Nee, het klonk alleen niet geloofwaardig, maar... Nee, klopt. Want voor mij hadden we een keer tijdens een leaks een keer over gehad over zo'n titel. Iedereen moest hier lachen van, ja, het zou toch wat zijn als dat ze zijn. Ja. Nou, we zaten aardig in de buurt met kansloze titels. Ja. Big oef. We hadden Fractured Pearl en Galactic Platinum of zo, was het? Als we verheugelijk zijn, die zou misschien nog zelfs beter zijn geweest. Ja. Maar, wat vinden jullie ervan? Ik geef mijn mening wel als laatste. Dat is makkelijkst. Ja, oké. Nando, zal ik als eerst gaan? Ja, doe maar. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze die stijl zouden gaan hanteren. Laat ik daar even als eerste mee beginnen. Maar ik, zoals denk menig andere had verwacht, de Sword and Shield engine. Of tenminste, ja, de art style. Gelukkig niet. Daarvan. Net ik zelf, niet. De battle art style vind ik prima. Ik ben alleen zo geen fan van die chibi art style. Niet? Nee, totaal niet. Dat had ik wel bij jou verwacht. Nee, ik heb hetzelfde met Link's Awakening. Ik ben er gewoon geen fan van. Oké. Ja, die discussie heb ik net ook even wel kort gehad met Harm, maar met Link's Awakening, ja, vond ik het ook niks. En ik heb gewoon niks met de chibi artstyle. Kijk, dat het gewoon een gigantische kopie is van de DS-games, maar dan met upgraded graphics naar een Switch. Kijk, dat vind ik wel een leuk idee, alleen, ja, ik ben gewoon geen fan van die artstyle. Maar kan, en kijk, ik ben geen redditor die flink neergaat van een game, ik heb de plank volledig misgeslagen, zo zeg ik ook weer niet. Maar... Ik moet even wennen aan die artstyle, want... Dat is het leuke nog. Het is niet eens door Game Freak gemaakt. Nee. Het is door de makers van Dragon Quest gemaakt. Precies. En dus... Pokémon Home. Ja. Die developers hebben ook heel veel andere dingen gedaan. Zoals ook Code Vein, Nierotomant hebben ze ook aan gewerkt. Dus... Oh, dan vertrouw ik het wel. Ja, ik vertrouw het wel. Maar ja, die artstyle moet ik echt even aan wennen. Want het is een beetje een rare... Het is een beetje een tussenstap tussen Heart Gold en Soul Silver en Auras. Als je die remakes bij elkaar pakt. Kinda, ja. Dus ja, voor de rest, wat ik ervan heb gezien, ben ik wel hoopvol dat sommige platinum stukken erin zitten, zoals bijvoorbeeld Porygon Z, maar ook andere onderdelen waarvan ik denk... Vooral mijn vrouwtje met Cardini, met ja. Cresdia Flower. Dus ik hoop gewoon dat heel veel dingen van platinum pakken, dat ook echt daadwerkelijk de definitieve Gen 4 remake wordt, waar ik al zelf blij mee ben. Underground zit erin. Dat is altijd goud. Weet je, ik wil gewoon die Battle Frontier en dan de gewone. Dat is het enige wat ik nog van ze vraag, meer niet. De postgame boeit me niet zoveel, want dat is niet hier misschien. Ja. Nou ja. En de Distortion World probably. Ja, ik vraag me af of je nu wel iets met Arceus kan. Nou, dat moeten ze nu wel doen. De Azure Vloed, de reden waarom ze die er oorspronkelijk uit hadden gehad, was omdat ze vooruit ging dat mensen... te dom waren. Ja, niet zouden snappen. Maar ja, mensen te dom zijn, want het is Game Freak. Dus ja. Nou ja, ik heb toevallig met Cheating Device kan je het als erin krijgen. Klopt. De Arceus Event. Maar ja, hoe je moet starten, al sla je me dood. Ja, maar is het punt. Gen 3. Braille, sorry. Voor de regies. Rot op. Het is toch Bril? Ja, Bril. Sorry, ik was even de uitspraak vergeten. Maar dat is het gewoon. Mensen snappen het wel, alleen geef ze even 1 à 2 tips. En dat is het enige. Maar ja, voor de rest... Ik ben er wel benieuwd naar. Van wat ze precies gaan doen. En ik hoop dat ze... Ook al zeggen ze, het is een faithful adaptation. Dat ze niet te faithful zijn. Dat ze bijvoorbeeld dus de HM's op een manier... à la Poker Rides, à la... Niet nodig, à la... Nee, misschien zoals een leak zei, dat als een Pokémon het kan doen, dat de Pokémon het zelf kan doen, dat er geen HM's voor nodig zijn. Weet je, die dingen. Maar dat je niet meer die gigantische hoeveelheid HM's nodig hebt. Nou ja, ik werd wel hoopvol toen ze zeiden dat het faithful remakes zijn. Dacht ik echt, wat? Eindelijk. Oh, dat heb ik niet eens meegekregen. Nee, dat zeiden ze in die direct of presentatie ja, zelf. Ja, klopt.
Kijk, en dat, okay, dat is wel hoopvol. Dat is wel mooi tussen jou en mij, Nando. Jij bent hoopvol erin. Als ik hoor dat, dan ben ik heel bang ervoor. Ja, ach ja, nou ja, dan zitten die HM's maar. Nee, en voor de rest... Ja, ik hoop gewoon dat ze een paar dingen gewoon goed pakken van Platinum. En dat ze de dingen zoals bijvoorbeeld de HM's, al die crap, gewoon goed erin kunnen verwerken. Ja, en de rest... enige struikelblok waar ik nu meer zie is de interactie zometeen met Sonic Shield en Home. Dat is de enige. Die is er niet. Dat nee. Gaat niet, kan ik je nu al op een briefje geven. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus dat is het. Maar dat is een beetje mijn complete mening over de Diamond Pearl remakes. Waar ik wel gigantisch om moest lachen was iedereen's reactie. Ja, die heb ik nauwelijks meegemaakt, hun reacties. Want ik vind het altijd hinderlijk om naar een presentatie te kijken en dan in mijn ooghoek... Fuck. Van alles en nog wat te zien. Oh, nee, vooral voorlopen. Als zij voorlopen, dan spoilen ze gewoon die hele shit. En daar heb ik echt een tyfus hekel aan. Nee, maar ik keek pas ook de reacties nadat ik de hele presentatie had gezien. Oké, ja. Maar ja, dat is een beetje mijn hele punt. Nando? Ik begin eigenlijk helemaal stuk. Van nee, gaan ze dit echt doen? Is dit echt waar? Vet! En toen zag ik die arts daar. Ging ik nog echt een stuk? What the fuck? Is dit vooral die clown, man? Die zag er echt niet uit. Dat was echt gewoon een opblaaspop. Nou, en is dat? Ik had er ook wel heel erg haat tegen die artstyle toen met Link's Awakening. Maar ik ben er uiteindelijk toch overheen gestapt. Heb toch die game gekocht, uitgespeeld. Nou ja, op zich. Het is wel kitschy, maar ja, voor sommigen dan. I like it a lot. Wordt het iets minder hinderlijk, weet je. Je went er wel aan, die artstyle. Zo sta ik er dan in. En ik ben al blij dat we geen fucking let's go shit krijgen. Want ik zat echt te wachten van, oké, wordt dit let's go, wordt het let's go. En ik zat te kijken. Ik zag die gast, die gooit de pokeball. Oh nee, toch geen let's go. En dan zag ik hem ineens in een trainer battle. Dacht ik, niet in een trainer battle, in een pokebattle. Dacht ik, oh, godzijdank. Geen let's go, oh mijn god. Want ik had die game echt niet gekocht als het let's go was. Ben ik echt serieus. Ja, maar dat je volgens mij al gezegd is. Ja. Ja. Ja, maar dus... op zich, ik geef je daar ook gewoon volledig gelijk in. Als je geen fan bent van de let's go formule, moet je ook geen let's go halen. En toch kun je me even helpen, want ja. Ik ging naar die cave en ik kon nog niet verder. Maar ik ben iets vergeten te doen. Kan je de cave in? Ja, daar kwam ik wel in, maar ik word tegengehouden. Heb je de Driftfield Tournament, heb je die gedaan? Oh nee, kut. Daar ga ik nu even heen dan. Nou, Nando, ik ga verder met je mening. Ja, vertel. Ja. Nou ja, ik was op zich gewoon heel erg blij dat het een normale remake wordt. En ik zag ook dat als jij in battle bent, dat zeg maar die chibi sprites, dat verandert dan een beetje in die 3D... soort ja, shield-achtige. Klopt. Nou, dat vond ik wel prima. Dat vond ik een prima oplossing. Want ja, dan maar heb je alsnog de 3D. Ze kunnen ook niet die chibi's stijl behouden in dat stuk. Anders. Ja. Nou, het had wel gekund. Ik zag het wel om een of andere manier dat ze het toch voor elkaar kunnen krijgen. Maar ik vind, hoe ze dat dan nu hebben bedacht, vond ik een prima oplossing. Nee, precies. En het is gewoon eventjes kijken wat gaan ze doen met de postgame. Wat voor remakes wordt het? Wordt het meer een Diamond Pearl of wordt het ook een beetje Platinum, wat jullie net al zeiden? Ja. Persoonlijk, nou ja, dat zei ik al, ik hoop dat het meer Platinum gericht is. Dus dat we die verdomde Battlefrontier krijgen die we verdienen. Ja. Want ik ga sowieso de Battlefrontier gewoon al die brains helemaal kapot slaan. Oh ja, ik zit in Choice Scarf. En ja, wat valt er nog meer te vertellen? Ja, eigenlijk niet. Ik ben gewoon blij. Ik ben tevreden. Een beetje het tegenovergestelde van wat de Nintendo Direct heeft gedaan. Ja, maar dat is echt zo. Ik zweer het. Klopt. En ik ben niet de enige, hoorde ik al. Ik zat Linkus gisteravond te kijken. Die zei hetzelfde. Die zei ook dat hij die Nintendo Direct slechter vond dan de Pokémon Direct. Als gewoon de Pokémon Direct hadden gedaan. Of we heel wat van die Nintendo Direct eraf hadden gechakt. En dan die Pokémon Announcement erin hadden gedaan. Dan was het gewoon een prima Nintendo Direct geweest. Ik denk helder wat er afgesproken dat niet telde.
Als hij dood ging. Nee, in de World Tournament, als hij dood gaat, telt dat niet mee, nee. Oké, okay, Peter. Dan kan ik gewoon YOLO'en. Ja. Ik wou net zeggen, maar is hij dood gegaan? Zo goed als. Ja, oké, okay, ver en af. Nee, niet te ver gaan in YOLO'do. Dus zeg maar, als je eruit bent uit die tournament, niet meer YOLO, alsjeblieft. Nee. Ik ben al zo fucking veel kwijt. Je krijgt nog genoeg leuke dingen straks. Wou het zeggen. Godverdomme, Kemmerupt. Ja, dat was het eigenlijk. Mooi. Maar echt. Ja. Ik snap Nando wel in dit geval. Ja, nou ja, en over het algemeen van wat ik zag, dacht ik dat heel veel mensen heel erg positief erover waren. Over alles is gewoon positief. Nou, mensen moeten gewoon gaan wennen aan die artstijl. Mm-hmm. Dat was ook bij Link's Awakening. Iedereen dat bij de eerste keer, fucking hell, wie ziet dit eruit? Mm-hmm. Maar heel veel mensen zeggen dat ook, ja. Dat ze eraan moeten wennen. Gewoon aan wennen, dan komt het helemaal goed. Want jullie zeggen net dat het een adaptation moet zijn van Platinum, Diamond en Pearl. Nou, dan is dit een letterlijke adaptation, omdat het top-down perspective is. Dit is hoe het er 2D uitzag. Zo ziet het er nu in 3D uit, dus ik snap sowieso het gezeik niet. Ik ontbrek je. Dit is de game die we nu aan het spelen zijn, is de laatste game die dan top-down was. Ja. Ja. Nee, gewoon even context. Nee, maar het gaat er mij om het feit van... als jullie zeggen... ik heb het niet gehoord, maar prima. Dat een adaptation moet zijn. Nou ja, meer adaptation dan dit ga je niet krijgen. Want de top-down perspective in dat 2D... dat zag er precies zo uit zoals het er nu uitziet. Met 3D, ja. In chibi-vorm dan alleen. Maar ja, misschien als de 3DS toen al zo goed was... zag het er ook chibi uit. Dan hadden we het ook maar te accepteren. Mm-hmm. Dus ik snap het probleem niet. Ik vind het echt fucking dik. Ik kan echt niet wachten. Ik was echt excited. Ik ben meer excited voor dit dan voor het andere. Oh. Ja, echt. Ik vind het... voor mijn part hadden ze het niet beter kunnen doen. Ja, het had er... Ik had juist niet gewild dat het Sword and Shield eruit zou zien. Ja. Want ik vind Sword and Shield echt kut uitzien. Ik vind het echt afgrijzelijk lelijk. Ja. Net zoals meer Nintendo games. Iedereen er geweldig uitziet. En ik heel slecht uitzien. Mm-hmm. Dat is een beetje het probleem als je PC-gamer bent. Ja, nou, niet alleen dat, maar dat is maar in ieder geval, de chibi-vorm vind ik dus echt dik. Ik vind het juist ook dik, de top-down perspective. Ik ben daar fan van en van mij mag elk Pokémon game top-down perspective zijn. Ik vind dat echt goud waard. Maar trouwens, X&Y is ook gedeeltelijk top-down. Ja, op sommige punten wel, op sommige punten niet. Dus ik vind die wat moeilijker om volledig achter top-down te staan. Nou ja, maakt ook voor de rest niet uit. Maar in ieder geval... ik vind het nice dat er gewoon content in zit, zoals Platinum. Ik hoop ook, net als dan, dat er gewoon alles erin zit, zoals de Battle Frontier en zo. Ik hoop dat we naar een Distortion World kunnen gaan. Ik hoop dat Arceus... Het zou wel moeten... Een grote rol. Ik ben blij dat Masuda terug is als director. Dat is echt wel een dingetje. Als ik zou moeten kiezen tussen Omori of Masuda, oké, prima. Laat dan maar Masuda gaan. Nou ja, kijk, weet je, het is... Ik denk serieus dat James Turner wel eens de director van de andere game kan zijn. Want hij heeft alleen dat geretweet. Mm-hmm. Als het over gewoon... over het geval hebben van zometeen. Ik ben blij gewoon hoe het eruit ziet. Oké, de buildings vind ik een beetje apart. Ja, hoe dat eruit ziet. Maar ja, ik denk dat we tot E3 of tot de volgende Nintendo Direct moeten wachten om meer ervan te weten te komen. En als je naar de website gaat, dan zie je al de soort chibi-vorms van Dialga en Palkia zien. Ja. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Dus dat vind ik wel grappig. Dat vind ik wel grappig. Tournament gewonnen, niks kwijt geraakt, dus goud. Nou, ik zou het ook knap zijn gevonden als je zegt... Ja, ik ben iets kwijtgeraakt, maar we hebben toch afgesproken dat als je iets kwijtraakt dat je niet verliest. Ja, weet ik. Maar echt. Ja, de Pokéball is uit mijn gordel gegaan, dus ik ben Pokémon kwijt. Oké. Okay. Oh. Duidelijk. En, oh shit.
iedereen is boos dat het voor 60 euro wordt verkocht. Dan denk ik, ja jongens, dat is gebeurt altijd. Waar maken we ons druk om? En mensen geven het toch wel uit, want mensen willen het gewoon spelen. Ja, en daarnaast, het is Nintendo. Verwachten van hun dat ze een remake gaan uitbrengen voor 30 euro. Voor de Switch, nee. No way. Nope. Dan moet je maar ze hebben een hele andere engine. Ze hebben een complete game weer van grond af aan op moeten bouwen. Dus waarom zou... Wat ik wel... Nou, op zich, het is een andere developer, dus laat maar. Hoezo? Nou, vertel. Nee. Ik zie Game Freak geen nieuwe engine maken voor alleen maar een remake. Nee, want de Sword and Shield ding is ook gemaakt voor op de... Oh god, moet je heel die boot gaan doen? Ja. Nee. Je moet eerst tegen die twee trainers en dan moet je met je kameraden praten. Nee. Maar hij moet wel op de boot. Ja, wel op de boot, ja. Dat bootstuk is toch later? Ja. Oké. Dat is na Gym 8. Wat maar, gewoon waar ik echt niet naar uitkijk. Ik dacht dat het ervoor was voor Gym 8. Nee, letterlijk achter. Omdat je dingen zijn hulp nodig hebt. Ja, je hebt Marlin's hulp nodig. Die brengt dan de plank naar beneden. Dan doe je het schip, ben je klaar. En de Giant Chasm doe je weer het schip. En dan heb je Curum, dan ben je klaar met Team Plasma. Jezus, maar, hoe zit het met die fucking level cap, man? 10 levels, what the fuck? Ja, de level cap hier is echt onzinnig. Het is een beetje oeps, volgens mij. Ja. Oh, hey, Cobalion. Doei, Cobalion. Wat wou ik zeggen? Ik wist het. Maar gaan jullie hem wel kopen, allebei? Ik ga hem wel kopen, sowieso. Maar ik zal waarschijnlijk niet... direct kopen. Ik zal even... eerst even wachten tot ik precies weet... Oké, dit zit allemaal in. Dat gaat niet mijn beslissing aanpassen. Want ik ga maar nu weet je... Het is nu aangekondigd. Wat jou over de streep halen... Dat gebeurt waarschijnlijk misschien met E3 al. Nee, over de streep ben ik al. Maar dit is meer van... Oké, wanneer haal ik het? Het is meer zo van... Je wil even kijken wat erin zit... Voordat je het bij launch gaat halen. Maar sowieso wil je het eigenlijk niet bij launch halen. Hoor ik nu. Nee, want... Ik zit zo in van als er bij wijze van spreken een andere game komt die tegelijkertijd uitkomt. Of die in september of in oktober al uitkomt. Ja, dan focus ik eerst op de game van oktober. Ja, ik kan dat al niet meer. In ieder geval nu. Ik heb, hoe heet het? Persona 5 Strikers. Ik heb nog Age of Calamity van Hyrule Warrior. Ik heb te veel. En in april krijg ik alweer Nier in de Infamous. Ja, Nando, jij moet echt een keer... Jij moet een keer een maand even een break nemen. Ja, maar dan ga ik alleen maar anime kijken. Ja. Dat is het ding bij mij. Ik zit nu ook met die oude Hyrule Warriors. Want ik probeer alle characters op het hoogste level te krijgen. Maar ja, farmen duurt te lang. Dus wat doe ik? Ik gebruik de console exploit. Van verschuift een dag. Je gebruikt 5 amiibo's. Dan krijg je wapens. Die verkoop je voor roepies. En dat doe je weer volgende dag. Totdat je 9 miljoen hebt. En je hebt... Mm-hmm. Hoeveel had je nodig? 56 miljoen roepies. Jezus. Ja. Maar ja. Harm, dat was jouw hele mening over Diamond Pearl? Ja, ik hoop gewoon dat het... Ik hoop gewoon dat hij goed verkoopt. En ja. Van mij mogen ze ook... Sowieso gaat Pokémon natuurlijk nu een nieuwe wicht inslaan. Want als je het goed hebt begrepen, dan... komen remakes en dat soort dingen niet meer door Game Freak gemaakt, maar altijd door andere bedrijven. En dus ik hoop stiekem dat voor Black and White, als daar een remake komt, pas in 2026 verwacht ik die. Het probleem met Black and White remakes is, je blijft de discussie dan hebben, welke ga je remaken? Black and White of Black 2 White 2? Ja, dat is wel een ding. Of je doet een combi. Een combi zal nice zijn, maar ja, het is even een discussie die dan speelt. Ja, of je remakes er beide. Ja. Klopt. Een jaar na elkaar. Maar dan hoop ik, want dit klinkt heel erg om te zeggen, dan hoop ik echt dat Bandai Namco het gaat doen. Mm-hmm. Want het is echt erg om te zeggen dat, Pokémon Snap er beter uitziet dan elke andere Pokémon game. Ja. Pokémon Snap ziet echt insane uit en het komt alleen maar door Bandai Namco. Yep, dat is zeker waar. Dat is wel echt min. Ik snap het echt precies. Niet. Nee, dan hebben we ik wil één ding doen voordat we beginnen over Legends. Nando. Ah, spoiler. Ja, boeien. Ja. Die hele mooie highlight reel in het begin. Die was veel te fucking lang. Hoi, die was lang. Die was te lang. Die was veel te lang.
Oh, wow, dan was even wat waar moet ik op letten? De magnetron? Oh, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ik moet het eten omdraaien zometeen. In een magnetron? Ja, want het is het eten voor de hond. Oké, okay, nee, kijk. Begrijp me verkeerd. Ik snap dat je soms eten moet omdraaien, maar ja? In een magnetron? Ja. Oké. Okay. Ja, boet gewoon, ja. Ja, ja nee, ik snap hem, ik snap hem. Het duurt 3 minuten. En dan moet ik hem even naar beneden lopen, omdraaien, weer 3 minuten. Ja, ver. Nee, oké. Okay. Nee, maar... Dat is wel zo. Je hebt een 20 minuten direct om erbij. Oh ja, dat. Oh, ik snapte eerst niet wat je bedoelde. Waarvan de 8 minuten? Het was aardig lang. Bro, het was. Hij is 5 minuten 31. Maar voor was hij langer? De helft van de direct. Ja. Echt de helft. Nou, door dat gebuffer voelde de direct sowieso. Ja, lang. Klopt. En wat ook niet hielp is dat maar ook hoe kan een première video bufferen? Ja, dat kan wel. Er zijn meerdere mensen geweest die het probleem als een première deden te bufferen. Maar dit was wel heel erg. En je zou eens denken dat bij iets als Nintendo of wat dan ook, dat ze daar het YouTube wat meer, hoe noem je dat, even wat bandbreedte erop zet. Ja, maar dat direct was een livestream en daar keek 1 miljoen man naar. Hier keek 400.000 man naar. Ja, sorry hoor, maar... Nee, ik snap dat. Ik vind dat nog steeds raar waarom dat geval was. Godverdomme. Maar, oh ja, nog een ander ding. Voordat we beginnen met Legends. Doordat ik leakers volg, wist ik van alles al voordat het kwam. Voordat ja, het, maar ja, we hebben dus ik had echt moeite om mijn bek te houden tegen jullie, want ik werd helemaal gek. Nee. Nou ja, laten we even eerlijk zijn. Black 2, White 2, deze hele run die we nu aan het doen zijn. Ik loop even naar beneden. Ben ja, heel terug. Dat we hadden het continu over leaks, dus ja. Ja, maar oké, okay, maar dat waren gewoon grappige leaks. Maar ik weet dus nu 3 leakers die gewoon 100% tot nu toe een track record hebben. Ja. Dus ja, je kan denken van Harm ontvolg ze, want je verpest het alleen maar voor jezelf. Aan de andere kant denk ik, ja, kan mij het verrotten. Ik wist een uur voor de presentatie. Nee, dat niet eens. Ik wist om 12:00 middags al wat er in de direct zou zitten. Ja. Alleen, de chibi-versie, dat was nieuw voor mij. Dat ze die artstyle zouden gaan hanteren. Ja, nou ja ik wist al van de lek van dat het chibi zou zijn. Ik wist echt alleen de chibi-versie. Maar de rest was al uitgelekt. Om een uur of 1 's middags waren de eerste plaatjes uitgelekt van Legends. En een half uur later was het beelden. En iedereen op Reddit vooral was fake dit, fake dat. Ja. En ik dacht bij mezelf, dit is niet fake. Dit is 100% real. Dit staat ja, alles wat leek erop dat het niet... Ja. Laten we zeggen, het is uitgelekt in Hongkong. Oh, dat zou je niet verwachten. Out of all places, Hongkong. Oké. Okay. Daar kwam de beelden en de foto's vandaan. Dat noem ik humor. Terwijl het echt een shitzooi in Hongkong is, toch? Ja, precies. Nou, niet per se hoor. Nu niet meer, echt. Nou, alles wat er speelt wordt wel aardig onderdrukt momenteel, maar... Ja, tuurlijk. Kijk naar Myanmar. Ja, maar het is iets minder dan... het eerst was. Klopt. Was zeker een gekke hacker die even zin had om met Nintendo te kloten. Nou, het was gewoon. Het is overgenomen. De leak die ik dus zag, is dus overgenomen via een laptopcamera die het overgefilmd heb. Lekker man. Want nogmaals, ik weet meer info van Legends dan er is uitgekomen. Laat ik het simpel houden. Verwacht Breath of the Wild Pokémon gewoon. Ja, en dat is hartstikke mooi, maar dan moet de wereld wel iets hebben. Nou, dat hebben we tot nu toe niet, maar ja... Nee, precies. Ga weg, man. En waar... jullie, jij kent mijn CNL toch wel? Ja. Ik had het gevoel dat zij de narrator was bij die Legends. Ik dacht echt, god, waarom klinkt deze stem zo herkenbaar? Het was er niet, maar die stem leek wel erop, zeg. Maar Legends, jongens. Zal ik aftrappen? Ja, trap maar los. Nu? Ja, ik wist het al. Ik ben wel hyped. Maar de shot zat erin. De shot die heel erg vaak gebruikt wordt in Nintendo Switch games die lijken op Breath of the Wild. Ja.
Ik vind het idee super dik. Ik ben blij dat Sinnoh nog meer verhaal krijgt. Want volgens mij van alle games had Sinnoh het meeste verhaal. Ja, of Gepen en Unova. En nou, ja, Unova en Kalos. Die drie hebben de meeste backstory. Dus dat vind ik wel nice. En sowieso, ik vind Gen 4 nice. Dus dat voor mij was het al plus. Ik vind het gewoon een leuk concept. Ik hoop echt dat ze de game delayen, want die, ik weet niet of jullie die Qingling nog uit die dat ding herinneren. Want ja. Die Qingling, ik weet niet wat de fuck er daarmee weer was, maar dat zag er niet goed uit. En die bomen. En die bomen, vooral de bomen. Iedereen heeft het op Twitter en op YouTube over de bomen. Ja, ik moet weer even naar beneden, sorry. Ja, is goed. Yo. En het feit dat... ik vond het vooral kansloos in die trailer, op het einde, dat ze het over Arceus gingen hebben. You will find more later. You will find out more later. Dan denk ik echt bij mezelf, krijg de tyfus. Ja. Ik vraag me echt af, kijk, als die Shining Pearl en dingetje, het angeltje, als je daar Arceus kan vangen, wat gaat Arceus dan in deze game doen? Want je moet dus, het concept is dus, je moet een Pokédex gaan completen voor de professor. De eerste ooit uitgegeven Pokédex. Dus kortom, waarom is dat Sinnoh niet nummer 1 en zovoort? Ja. Dat was het enige wat ik me afvroeg. En het idee dat je kan jumpen is heel vaag. Dat je Pokémon gewoon kan vangen zonder gevecht. Ik hoop wel dat, dat het gewoon zo blijft, turn-based blijft. Want... ik vind het, als het systeem aanpassen, dan denk ik bij mezelf, dan is het geen Pokémon meer. Net als bij Zelda, wat ik met Breath of the Wild heb. Ze hebben Zelda, de Zelda-formule aangepast, dus voor mijn gevoel is het geen Zelda meer. Nee. Dus, maar ik hoop gewoon dat ik het bij het goede eind heb. Ik koop hem sowieso, want ik vind het echt, het idee vind ik echt bizar. En ik vind het een bijzondere starters. Maar ik ben er wel voor. En Rowlet all the way, trouwens. Ja, Rowlet in de Quill en Oshawott, toch? Ja. Ah. Dipson, Oshawott. Echt, ik ga echt Rowlet nemen. Rowlet is echt, naar mijn idee, dat is gewoon mijn favoriete starter. Zowat. Kijk, mijn favoriete Pokémon is Totodile, maar mijn favoriete starter is Rowlet. Nee, dan was ik helemaal gek geworden. Dan had je me echt weg kunnen gooien. Ja, maar dat was de Water. Ja, dan had de Fire en de Grass verwisseld moeten worden. Dus dan had je... of Litten of Tepic gehad. Als Fire en als Grass. Ja, goede. Lekker man. Maar het ziet er in ieder geval vaag uit dat je, of apart uit dat je gewoon meerdere keren de starters kan vangen. Want deze games ga je sowieso niet met Home en zo kunnen connecten. Oh, vast niet. Daar ga ik gewoon niet vanuit. Kijk, er wordt wel gezegd dat het een main game wordt. Maar ik ga er gewoon vanuit dat het net als iets met... nou, ik verwacht gewoon überhaupt niet dat je iets overzet. Want het speelt zich in de geschiedenis af. Dus en begin je toch er zijn nog geen Pokémon Centers of zo. Ja, maar nog even begin je toch langs blik af te vragen van... Oké, wat doet Home dan nog? Niks. Nee, maar dat is even dan een vraag. Wat doet Home dan nog? Want Home gebruik je dan eigenlijk volledig voor Sword and Shield. Nee, ook voor Go. Maar Go is ook maar, is ook maar eenrichtingsverkeer. En Let's Go. Is ook eenrichtingsverkeer. Nee, en om af te ronden met Legends. Ik heb nu wel spijt uiteindelijk achteraf dat ik de leaks eerder zag. Want ik denk als ik de leaks niet gezien had... Was je meer hyped geweest? Dan was ik helemaal mental geworden. Nou, gelukkig heb ik de leaks niet gekeken. Nee. Nee, gelukkig heb ik me ingehouden voor jullie. Ja, dankjewel. Dankjewel daarvoor nog. Jordi, ben je al bezig maar met die snapten jullie dat mijn mind best wel blown was? Ja, snap ik op zich. Omdat het iets is wat je totaal niet verwacht bij een Pokémon game. Op zich. Mm-hmm. Wat wil je zeggen, Nando? Ben je al met die gym bezig? Welke gym? 7. Ja. Jezus, jongens. Hoe de fuck overleef jij dit, man? Ik heb een krokodil. Ja, bro. Met de naam Hoeyawai. Ja, what the fuck, man. Zit echt dikke onder het level. I know. Ga je nog ook niet zien? Zullen we jullie dit ding bewaren of het volgende aflevering? Ja, als vind je het nog even oké als ik de reden nog afmaak?
Tuurlijk, want ik wil ook nog even kijken of ik in de stad kan komen. What the fuck? Meen je die? Ben je al met Drayden bezig? Nou, laat ik zo zeggen, de animatie was om tegen Drayden te vechten. Daar, hoe dan? Ja, omdat ik naar beneden loop natuurlijk. Jongens, als we zo doorgaan, halen we vandaag de game nog. Kijk, kan ik je niet vertellen, nee. Het heeft met één ding te maken, dat plasma-stuk gaat nog heel veel tijd in zitten. Kinda. Ja, dat zeg je nu, maar... Nee, je moet eigenlijk twee bases doen. Dat is best lang. Hoi. Wat ben ik eigenlijk ook aan het doen? Ik kan ook gewoon wachten totdat Jordi klaar is met de gym en dan kan ik levelen. Mooi. Ja, maar echt. Dan verlies ik tenminste mijn Suicune niet. Kijk, nou ga ik alleen eventjes wat trainers doen. Legends. Keihard idee. Het is een beetje Pixelmon. We zouden wachten tot volgende. Maar dat maakt niet uit. Dan wachten met Jordi's tot volgende aflevering. Ja, prima. Vertel verder, Nando. Ja, gewoon fucking hard. Ik ben er wel hype voor. Het ding is alleen, ja, er zijn heel veel vraagtekens van... Wat is uiteindelijk je einddoel? Want gym leaders bestaan natuurlijk niet. Dus het is een beetje net zoals Sun and Moon. Alleen, ik verwacht geen trouwcaptain. Je einddoel is als je de Pokédex moet completen voor de professor. Dat is ook wel een beetje empty, hè? Normaal gesproken heb je heel veel keuzes om de game te spelen. En nu... Ja, maar misschien wordt dit wel hoe Pokémon de komende tijd eruit gaat zien de komende jaren. Ja, oké. Okay. Daar kunnen wel mensen bang voor zijn. Ja, weet je. Mij maakt niet bang, bang is een groot woord. Bang is een groot woord, inderdaad. Nou ja, Felicify is er bang voor. Ja, Felicify kan de tyfus krijgen. Yep. Die gast die heeft zo erg op die shit gehaat. Ik had echt niet verwacht dat hij zo erg zou haat op die game. Moet je maar even luisteren hoe die het noemt. Hij noemt het niet exceptioneel. Het ziet er generic uit. Het zag eruit als een indie game. Maar zelfs leger dan dat. Dan, hoe heet het? Die Kindred Spirit. Ja, maar wat verwacht je van early development? Ja, nou ja. Net zoals dat ze, stel ze zouden nu in de afgelopen Nintendo Direct zouden ze een Metroid Prime 4 teaser doen. Ja, dan zie je misschien een stukje als early development en dan is dit shit. Maar het ding is dus, hij is fucking hypocriet eigenlijk. Ja, maar dat is hij altijd al. Ja. Als je al gaat haten op de grootste Pokémon fanwebsite die er bestaat, dan ben je al heel ver weg voor mij hoor. En het leuke is, hij noemt de mensen die Sword en Shield kut vinden vanwege die renders, noemt hij hypocriet omdat ze Legends mooi vinden. Ja, maar hij vindt Sword en Shield mooi, maar hij vindt Legends dan lelijk. Maar het is bijna exact hetzelfde. Dus hij noemt zichzelf gewoon hypocriet. Mhm. Ja. Dat is toch het mooiste. Maar hoe kan die man überhaupt een fanbase hebben? Ik heb geen idee. Weet je wat ook nog leuk is? Eerst stonden de comments aan op die video. Dus ik had gewoon comments kunnen zien. En dan een uur later of zo had hij die uitgeschakeld. Het is Felicify. Dan weet je ook donders goed. Dan ben je sad. Hey, ja. Wow. Nu al de master ball fucking early. Ja, man. Oké, ik ben klaar. Goed. Ja, ik maak even de tekstballon met Juniper af en dan kan ik. Ja, dan kan Jordi nog snel die gym uitklimmen. Toch? Ik zie nu pas Skyla. Of Skyla is het toch? Ja, wow. Toen ik die naam van daar hoef ik best knap. Dan ga ik naar links. En dan kan ik alvast kijken wat ik ga gebruiken tegen deze team. Want hoe slecht ging het dan dan? Nou, het ging niet onder de helft van mijn HP. Maar ik werd wel een beetje bang omdat ik geconfused werd. Alright, ik ben zover. Oké, goed. Mensen, maar voor het kijken tot de volgende keer. Later.